December nadert. En dat betekent toch dat je snel een kerstboom in huis moet gaan halen. En er een uitkiezen is moeilijker dan je denkt. Nou mevrouw, dat was een hele zoektocht, of niet? Ja, dat valt niet mee met zoveel keuze en allemaal groen. Wat maakt de keuze zo moeilijk? Want in principe lijkt het allemaal op elkaar. Ja, klopt inderdaad. Nee, hij moet mooi gevuld zijn. Van boven tot beneden. En dat zijn ze niet allemaal? Nee. Was dat gezellig samen, Roman? Nou ja, het was ons eerste kerstboompje, dus ja. We gaan kijken wat we ervan gaan maken. Ja, dat is best wel vreemd. Al jaren verkoopt John Brandt zijn kerstbomen aan de Van Neurenbergpad. En ook zijn zonen helpen ieder jaar een handje. De gebroeders Brandt. Klopt. Bomen beter dan ooit, hoorde ik. Zeker, ze hebben een goed seizoen gehad. Een vochtig seizoen ook. Dus nou, je ziet het, ze zijn weer van goede kwaliteit dit jaar. Dus de mensen hebben weer een mooie boom in huis. Ze komen uit Denemarken, dus dat horen wij van de leverancier. En die geeft dan aan van, nou, we hebben een goed seizoen gehad qua temperatuur en qua luchtvochtigheid in Denemarken. Dus dan gaat de kwaliteit van die bomen gaat ook omhoog. Het begint nu een beetje te lopen. Normaal is het drukst, denk ik, na het weekend van Sinterklaas en het weekend zelf van Sinterklaas. Dus ja, het begint nu een beetje op te starten. En hoe hard aanpoten is dat? Nou, ja, we staan met z'n vier over het algemeen, dus als we aan te doen is aan te lopen. Is je tweede nu toch? Die andere. Dat is een grote boom. Waar ga je die thuis neerzetten? Eerst op het terras en als het kerst is, dan zetten ze hem binnen neer. Oké, dus hij gaat eerst even buiten staan. En wanneer ga je hem dan versieren? Als Sinterklaas weg is, hè? Ja. Hij komt nu in de tuin te staan, want hij gaat nog niet naar want binnen. Nog een beetje vroeg. Eerst Sinterklaas, toch? Ja. En anders valt hij al gelijk uit. Ja. Nou, leuk. Dat willen we niet. Dus dan kan hij even wennen aan onze omgeving. U mag het vuile werk opknappen, meneer. Oké, heeft u ook wel een groot genoeg auto voor zo'n boom? Wij wonen hier heel dichtbij, dus wij kunnen lopen. Oké, kijk. Dus we zijn zo thuis. Veel plezier ervan. Ja, dat gaat wel lukken. We hebben er zin in. We moeten er wat van maken, hè, deze tijd. Ja, we wonen in een van die huizen hier zo. Die hebben een hoog plafondetje. Dus, maar je moest wel even flink kiezen, bedoel ik. Dus ja, oh ja, dat sowieso. Maar dat heb je met de vrouw. Waar lag de keuze aan? Aan mijn vriendin. Hey, succes, hè. Yes. Hoi, hoi. Ik heb het niet, hè?